Basic Fit. Go for it. Hey, Dennis hier. Ik heb een 8 minuut durende training voor je. Een cardio en strength workout op de step. Daarvoor heb je nodig, jawel, een fitness step. Zorg dat je genoeg ruimte om je heen hebt. In totaal ga je 12 oefeningen doen. Telkens 30 seconden. Tussendoor krijg je van mij 10 seconden rust. Are you ready? Dan gaan we nu beginnen. We beginnen met de basic steps. Basic fit. Go for it. Met rechts ga je op je step staan en sluit daarbij met je linkerbeen aan. Met rechts ga je weer naar beneden en daarna komt weer links. Dan wissel je van kant. Links op, rechts sluit je erbij aan. Je hebt een lekker ritme. Up, up, down, down. Up, up, down, down. En vergeet niet van been te wisselen. De 30 seconden zijn bijna voorbij. In 3, 2, 1, 10 seconden rust. Ga alvast op je knieën zitten. Dan kunnen we meteen door met de push-ups. 30 seconden lang push-ups. Je ligt in voorlichtsteun met je handen op de verhoging. Rug recht en zak door je armen. Je ellebogen gaan schuin naar achteren. Duw jezelf hard omhoog en zak langzaam weer naar de grond. Blijf ook goed je buikspieren aanspannen. Je rug moet recht blijven en je billen niet omhoog steken. Hou nog even vol. Ik ga weer aftellen tot het einde. 3, 2, 1. Top! Kom weer staan. We gaan opnieuw de basic oefening doen van net. De basic steps. Dus je weet het, hè? Up, up, down, down. En eerst stap je met links omhoog. Daarna stap je met jouw rechterbeen omhoog. Heb je je telefoon wel goed in het zicht liggen? Zo kun je precies zien hoe de oefening wordt uitgevoerd. Opstappen doe je zonder een hup van je achterste been. Dus de kracht gaat vanuit je voorste been. En je mag stoppen in 3, 2, 1, 10 seconden rust. Doe een stapje naar achteren. We gaan namelijk door met de lunges. Hou je buikspieren gespannen en stap met je rechtervoet op de verhoging. Breng je linkerknie naar de grond en ga weer gecontroleerd terug naar je beginpositie. Daarna doe je de andere kant. Het handige van de step is dat je extra diep kunt zakken, dus extra efficiënt. Concentreer je op het been dat blijft staan. Nog even doorzetten, de 30 seconden zijn bijna voorbij. In 3, 2, 1 en je krijgt weer 10 seconden rust. Ga ondertussen naast de lange kant van de step staan. Dan gaan we door met de E-step. Je staat aan de lange zijde van de step. Ga op de step staan en stap dan met je andere been er weer af. Eigenlijk hetzelfde ritme als bij de basic step. Up, up, down, down. Maar nu opzij in plaats van naar voren. Onthoud, haal de kracht uit het been dat als eerste de verhoging opstapt. Dus doe het niet met een hupje. Lekker bezig, ga nog even door. Ik ga aftellen. 3, 2, 1. Yes, goed gedaan. Door met een krachtoefening. Ga alvast op je billen zitten met de lange kant van de step bij je rug. We gaan namelijk de dips maken. Je triceps zijn aan de beurt. Zet je handen op de verhoging op schouderbreedte. Zak traag door je ellebogen tot ongeveer in hoek van 90 graden. En duw jezelf dan weer omhoog. Je mag het zwaarder maken door je benen te strekken. Lukt dat niet? Dan hou je benen krom. Kijk recht vooruit en hou je rug en je schouders recht. De kracht komt vanuit je armen. Nog even doorzetten. 3, 2, 1. Yes! Zo, kom weer even overeind staan. We gaan nog een keer de E-step doen. Dus sta weer aan de lange kant van de step. Daar gaan we weer. De E-step. Up, up, down, down naar links. Up, up, down, down naar rechts. Je bent top bezig hoor. Doordat je bij steppen tegen de zwaartekracht inwerkt, train je spieren goed. En daarnaast werk je aan je coördinatie en balans. Je hebt bijna weer 10 seconden pauze. 3, 2, 1 en stop.
stop. Topper. In deze 10 seconden kun je alvast met je tenen op de rand van de verhoging gaan staan. De volgende oefening is namelijk de calf raises. Je tenen staan dus op de step onder je heupen. Duw jezelf omhoog door op je tenen te gaan staan en laat je hielen daarna weer langzaam zakken. Hou je rug recht. Na deze oefening heb ik nog 4 voor je, dus je bent al dik over de helft van je workout. Nu niet gaan smokkelen, hè, nu je weet dat het bijna voorbij is. Blijf doorgaan tot ik stop roep. 3, 2, 1, stop! Dat waren de calf raises. Kom op de grond staan, maar blijf nog even bij de lange kant van de step staan. We gaan door met de ice step. Stap met rechts op en sluit met links aan. Spring daarna met je benen uit elkaar, spring weer terug en stap van de step. Ook hier maak je weer een spreid-sluitsprong. De I-step. Je springt namelijk letterlijk een hoofdletter I. Kom op, ga door. Adem in door je neus en uit door je mond. De pauze begint in 3, 2, 1, rust. Probeer je ademhaling onder controle te krijgen. Ga ondertussen op je knieën zitten met je handen op de step. Door met de Spider-Man push-ups. Voor de Spider-Man push-ups lig je in een voorlichtsteun, handen onder je schouders en leun op je voorvoet. Span je buik en bilspieren aan. Maak een push-up en breng tegelijk je knie naar je elleboog. Blijf je lichaam aanspannen. Ik snap dat de vermoeidheid toeslaat, maar je moet juist doorzetten. Doe er nog een paar. We zijn aan het einde gekomen in 3, 2, 1. Kom weer staan. We gaan opnieuw weer naar de I-step. Dus je staat weer met je gezicht richting de lange zijde van je step. Stap erop, maak een spreid-sluitsprong. Stap er weer af en maak opnieuw de sprong. Je gaat echt goed, hou nog even vol. Hierna heb ik nog 1 oefening voor je en dat is de workout alweer afgelopen. Haal kracht uit het been dat als eerste op de step staat, hè? Dus niet smokkelen. Je mag stoppen in 3, 2, 1, rust. Jouw allerlaatste 10 seconden rust. Ga alvast op je rug liggen met je hakken op de verhoging. Tijd voor de hip bridges. Je ligt op je rug. Duw je heupen naar voren, zodat er eigenlijk een soort brug ontstaat. Breng daarna je billen weer naar beneden. Wanneer je je heupen naar voren duwt, span je billen aan. Voel je het branden? Zet nog even door. De finish is nu bijna in zicht. Je workout is klaar. In 3, 2, 1, yes! Applaus voor jezelf. Neem een slokje water. Dat heb je goed gedaan. Thanks voor het gebruiken van de Basic Fit app. En hopelijk zie ik je snel weer. Ciao! Basic Fit. Go for it!